In Suriname zijn er geen bekende organisaties belast met het begeleiden van personen met kansspelverslaving. De Gaming Board, welke het toezicht- en controleinstituut is voor kansspelen, is nu pas bezig een proces op te zetten voor begeleiding van gokverslaafden. Dit bracht minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie gisteren naar voren tijdens de behandeling van wetten over het casinowezen en kansspelen. Het instituut werkt momenteel aan het identificeren van potentiële professionals die willen ondersteunen in de ontwikkeling van het beleid hieromtrent en die willen ondersteunen in de uitvoering en opzetten van een begeleidingstraject. De bewindsman geeft verder aan dat het bepalen van mogelijke vormen het liefst niet bij wet moet worden vastgesteld. Het instituut belast met het toezicht en de controle over kansspelen zal samen met deskundigen over de verschillende vormen moeten brainstormen. De wetenschap staat niet stil en kan onderhevig zijn aan veranderingen en verschillen per persoon. Het instituut zal tezamen met deskundigen typologieën vaststellen na een gedegen onderzoek. En het is mij bekend dat er nu met de Universiteit van Suriname, met de Anton de Kom Universiteit en een internationale organisatie, dat het instituut hiermee bezig is. Hierbij kunnen dan de floor managers van de casino's en de operationele personen bij de loterijbedrijven getraind worden hoe dit te identificeren en hoe hiermee om te gaan. Er zullen ook mogelijkheden worden bekeken om politieambtenaren in te zetten voor de controle op kansspelen. Tijdens de vergadering gisteren werden er 4 wetten behandeld, namelijk wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering, wetboek van strafrecht, wetboek van strafvordering en wet casinobelasting 2002, wet toezicht en controle kansspelen en de loterijwet. De behandeling van deze wetten zal na het reces worden voortgezet.